Hoi, ik ben Marijke van Alles is Cultuur en vandaag ben ik in Wassenaar voor de tentoonstelling van Wayne Thiebaud in het Voorlinden Museum. En het wordt een hele zoete tentoonstelling met heel veel taartjes en alles, dus ik hoop dat je je tandenborstel bij je hebt, want dit gaat je glazuur aantasten. Om te voorkomen dat je binnen 5 minuten door deze hele tentoonstelling bent gerend, raden wij aan, nou eigenlijk moet je dat bij alle kunstwerken doen, maar om eens gewoon goed te kijken naar hoe hij werkt. Dus ja, als je alleen maar kijkt naar het plaatje, dan denk je een paar bananen, een meloen. Maar als je gaat kijken naar hoe hij ze geschilderd heeft, dus hoe heeft hij de schaduw aangegeven, hoe heeft hij verschillende kleuren gebruikt, dan heb je veel meer te doen in deze tentoonstelling, namelijk ontdekken hoe hij verschillende kleuren gebruikt om überhaupt een schaduw te maken. Hij kiest bijvoorbeeld om een blauwe schaduw te maken, maar hij kiest dan om een geel lijntje eromheen te doen om het blauw weer sterker te maken. En ook met portretten moet je dus soms kijken naar welke keuzes heeft hij gemaakt. In dit geval heeft hij dus een portret van iemand gemaakt. Kiest hij hem wel ervoor om de voeten uit te schilderen. Maar dan geeft hij hem niet zo heel veel ruimte bovenin bij zijn hoofd. En dat soort keuzes zijn dan leuk om te bekijken. Ook als je bijvoorbeeld naar het stel kijkt. Heel gek hoe krap ze dan in die in het frame, in het canvas geplaatst zijn. Maar als je dan ook nog eens kijkt hoe hij iets gaat afgebeeld heeft, kan je dus bijvoorbeeld kijken naar die schaduw. Dat zijn gewoon twee grijze strepen die zo getrokken zijn. En niet alleen grijs, want er zitten ook zweem van blauw en groen in. En een beetje van oranje. Maar als je naar dat soort details kijkt, gaat het op veel meer doen dan je in eerste instantie in eerste opslag ervan krijgt. Behind the scenes van een persopening. Nadat je bent geweest, krijg je soms een perstasje of een persmapje mee. En dat is altijd gewoon standaard informatie over de tentoonstelling. Bijvoorbeeld het zaalboekje van de tentoonstelling zie je dan. En gewoon basic information over de tentoonstelling of over de kunstenaar. Een beetje achtergrondinformatie waar je dan wat je kan gebruiken om erover te hebben of over te schrijven. Wij gaan vloggen, dus dat maakt niet uit. Maar afhankelijk van welke instelling je hebt, krijg je dus ook sowieso leuke dingetjes van ze. En sowieso Voorlinden heeft altijd een custom-made totebagje per tentoonstelling. Collector's item. En er zit dus een lolly in. Past bij de zoetigheid van de tentoonstelling. Ik zei het toch, neem je tandpasta mee en je tandenborstel. En we hebben ook aanzichtkaartjes. Oh ja. De taarten van Thiebaud. En de hele mooie portret. Dit is namelijk het favoriete portret van een groot deel van de staf. Van het Voorlinden Museum. Dus vandaar dat hij erbij zit. En deze zit in de collectie van het Voorlinden zelf. Dus ook een hele leuke postkaart. Wil jij dat ik deze naar je stuur? Stuur me een berichtje. Dan krijg je een postkaartje van me. Met een leuk berichtje erop. Misschien met een kunstzinnig weetje. Of gewoon een vriendelijke groet. Je weet het niet, maar stuur op en dan stuur ik hem op. Ik vergeet het dus elke keer om dit aan te kondigen of te zeggen. Maar vind je het leuk om dit soort vlogs te bekijken? Abonneer dan vooral op ons YouTube kanaal Alles is Cultuur. Want dan weten we dat je dit leuk vindt. Dan kunnen we het vaker doen. En dan... dan word je elke keer op de hoogte gebracht dat er een nieuwe verschenen is. We zijn van plan elke week eentje te plaatsen. Maar ja, we zijn mensen. Soms lukt het niet. Dus ja, abonneer!